Ik had ook voor mezelf gezegd van ja, dit is een kans die ik gewoon met beide handen moet aangrijpen, zeg maar. Dit is iets waar ik altijd al van gedroomd heb. En dit pakt niemand mij af. De sfeer onderling was gewoon, is gewoon goed. We waren echt een heel erg leuk team. Ik wist ook gewoon wanneer ik fit zou zijn, dat ik er ook gewoon in zou staan. En dus het vertrouwen was eigenlijk enorm groot. En was voor niemand bang. In de zin van, dit is mijn kans, dit is mijn droom. Dus ik moet hier echt alles aan doen om dit in goede banen te leiden, hoe jong ik ook was. Je hebt een begeleidingsteam die verantwoordelijk is voor de spelers. En mijn trainer Edward Sturing is gewoon heel erg persoonlijk, heel erg van het vertrouwen geven in spelers. Hij wist natuurlijk ook wel van mijn achtergrond, maar zag ook wel het talent. Maar we waren ook een elftal leider en dat was de heer Zuiderwijk. En een elftal leider die zorgt er eigenlijk voor is dat alle randzaken, zeg maar, geregeld zijn, zeg maar, voor spelers en het contact met de ouders ook, dat goed verloopt. Het was een aardige man die begaan was met de spelers. Hij wist dat ik geadopteerd was. Hij wist dat ik een kwetsbare persoon was en in een jeugddorp woonde. En dat ik een moeilijke jeugd had gehad. Hij bood me al redelijk snel aan, zeg maar, met de vraag van Renaud, wanneer het logistiek makkelijker voor jou is, dan mag je ook bij mij slapen, omdat je toch 3 kwartier elke keer moet rijden om bij Vitesse te komen. Ik heb hem bedankt, zeg maar, voor het aanbod. Hij voegde eraan toe dat er ook nog wel eens een jongen van de B1 daar ook wel sliep. En toen ben ik gewoon een keer met die jongen van de B1 ben ik een keer meegegaan, omdat hij al vaker daar was geweest. Dat was gewoon prima, want we waren gewoon hele dagen met elkaar aan het voetballen. En dan kom je af en toe eventjes binnen om wat te drinken of iets te eten. En dan ging je weer voetballen en dan... s'avonds dan was je met elkaar een beetje tv aan het kijken op de bank. En op een gegeven moment dan ga je dan naar bed. En ik sliep samen met hem op 1 slaapkamer, zeg maar, met de jongen van de B1. Dus dat was verder prima. En dat hebben we toen een aantal keer nog zo gedaan. Na de derde keer dat ik daar kwam, zeg maar, had de jongen van de B gezegd is dat hij na een aantal dagen weg moest om zijn ouders van Schiphol te halen. Alleen dat was mij eigenlijk min of meer ontgaan. En ik bracht me ook wel direct op, maar dan ben ik hier dus alleen. En ik zou de volgende dag eigenlijk weggaan. En hij was dus weg en ik zat op een gegeven moment dus daar alleen in huis. En ik zat op de bank televisie te kijken, zeg maar, totdat hij eigenlijk heel... heel ongemakkelijk naast me kwam zitten. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende manieren van naast iemand zitten, zeg maar. Ik bedoel, je kan gewoon naast iemand zitten, dat je gewoon naast iemand zit. Maar je kan ook gewoon echt naast iemand zitten en dan toch best angstvallig dichtbij zitten. Waarin je in één keer heel ongemakkelijk bij voelt, omdat je op de een of andere manier toch je voelsprieten aan hebt van hier klopt iets niet of zo. Hij maande me eigenlijk om te gaan liggen, zeg maar. En hij begon eigenlijk aan mijn broek te zitten. En raakte ik helemaal verstijfd. Want toen zei hij van, ik pak even een handdoek. En toen pakte hij een handdoek uit de keuken en dat deed hij over mijn gezicht. En in een flits ging er nog even door me heen van, hoort dit bij de opleiding? Toen dacht ik ook wel direct van, nee, natuurlijk niet. Toen deed hij mijn broek uit en toen betastte hij me. Ja.
Ik denk dat het echt maar zo'n minuutje geduurd heeft, zeg maar. En toen kwam ik toch overeind en toen duwde ik hem toch lichtelijk, zeg maar, van me af, waardoor hij merkte van, ja, dat ik dat niet wilde. En toen schoot hij overeind en verdween naar de keuken toe en ik heb hem eigenlijk, ja, niet meer echt uit de keuken gezien, zeg maar. Hij durfde me niet echt meer onder ogen te komen. Ja, en dan, ja, mijn gedachten zijn natuurlijk op dat moment het chaos van wat gebeurt hier. En als jongetje daar in huis met iemand die ergens begin 40 is. En, ja, op het moment dat je dan gewoon ziet dat het huis gewoon dicht en op slot is, dan denk je, ja, dit is eigenlijk wel heel erg, heel bizar, zeg maar. S'nachts ook niet geslapen, echt wel verschillende treintjes weggepinkt. Je wil niet slapen omdat je, ja, niet weet, je vertrouwt die man gewoon niet. Hij wist ook heel erg goed dat hij iets gedaan had wat niet kon. Maar of hij dacht dat dit ook directe gevolgen voor hem zou hebben, dat weet ik niet of hij dat dacht. In zo'n topsportwereld aan een beetje bewijs van spreken iedereen, zeg maar. Iedereen in zo'n wereld, in zo'n topsportwereld, vind je lief en aardig, want het zijn mensen die jou, als het goed is, naar een hoger plan brengen, zeg maar. Om jouw droom die je al jaren hebt, zeg maar, te verwezenlijken. En toen hij dat bij mij deed, was het vertrouwen in één keer helemaal patsboom weg. In de auto zei hij van, is dat ik zo stil was? Ik zei, ja, nee, dat klopt. Hij zegt van, ja, maar we zullen het toch het hele seizoen met elkaar moeten doen. En toen zei ik, ja, dat klopt. Maar in mijn hoofd dacht ik van, ja, dat zullen we dan nog wel zien. En ik had die dag nog een wedstrijd. Na die wedstrijd, na het douchen, kwam ik boven. En zaten mijn trainer, mijn grensrechter en mijn elftalleider, die zaten op een rijtje naast elkaar. Dus ik gaf mijn trainer een hand, Edward. En die zei, fijne vakantie nog, jongen. En Arthur, grensrechter, gaf ik een hand. En toen kwam ik bij André Zuiderwijk, een elftalleider. En ik gaf hem een hand. En hij keek me echt zo aan van mondje dichten. Dus toen ben ik weggegaan. Toen ik terug was in Nederland, ik stond in de keuken met mijn mentor, toen knakte ik. Dus kon mijn tranen niet meer bedwingen. En toen vroeg hij wat er aan de hand was. Ik zei, nou, er is wat gebeurd bij die elftalleider. En vanuit zijn ervaring en deskundigheid wist hij ook direct in welke hoek hij het moest zoeken. Dus hij stelde ook vragen in die hoek van, heeft hij aangeraakt, heeft hij betast? Heeft hij daar betast, daar betast? Dus ik zei eigenlijk op alles wat hij vroeg, zei ik ja. Nou ja, toen wist hij natuurlijk dat het foute boel was. En ja, toen is de hele molen gaan draaien. Mijn ouders die stonden erop is dat, ja, dat er een vervolging moest komen. Ja. En dat er ook aangifte gedaan moest worden. En wij hebben ook direct aangifte gedaan. En de boodschap van de politie was in ieder geval dat ik zolang die elftalleider daar rondliep bij Vitesse, ik niet naar Vitesse toe mocht. Dus ik zag mijn droom eigenlijk al in duigen vallen, eigenlijk min of meer. Zeg maar, iets waar je eigenlijk al zo lang van droomt, keihard voor getraind hebt in de vakantie, die zag ik eigenlijk aan dichtelen gaan. Op een gegeven moment is de directie van Vitesse naar de Glind gekomen, toen is verteld wat er dus gebeurd is. En toen heeft Vitesse een oude avond georganiseerd en voor ouders en ook gewoon voor de jeugdspelers van Vitesse. En daarin hebben ze een mededeling gedaan, is dat er zich iets heeft voorgevallen wat niet door de beugel kon en dat de heer Zuiderwijk daardoor ook niet meer welkom was. Ik ben gewoon gaan voetballen, maar ik had in elk seizoen had ik wel een soort terugval. Okay. Of een donkere periodes waarin ik het gewoon even niet zag zitten. Mijn
mijn moeder die wist al wel langere tijd, zeg maar, is dat ik daarmee aan het dubben was van wat ik daarna mee moest. En die hecht ook wel waarde aan vooral de mens Renault. En mijn vader die was toch helemaal wel bezeten van het voetbal. Dus die hoopte echt van gans harte dat ik doorging met voetballen. Alleen, ja, op een gegeven moment het plezier ging gewoon weg. En ja, op het moment dat ik iets met tegenzin doe, dan ja, raakte ik toch ook wel vaker geblesseerd. Dus ja, op het moment dat je dan met tegenzin naar trainingen gaat, ja, dan, ja, dan is het einde zoek natuurlijk. En dan, ja, dan moet je echt nagaan denken over je toekomst. Ook gewoon, als je gewoon mijn hele leven vanaf daarvoor bekijkt, dat je toch heel veel, naar mijn gevoel, op eigen kracht hebt moeten doen. En ook wel fases hebt gehad waarin je misschien ook gewoon te veel, ja, misschien ook wel te veel alleen hebt gevoeld, zeg maar. Dat je te veel als jongetje gewoon alleen moest doen. En ik denk dat de pijp gewoon leeg was op dat moment, mentaal geknakt, gewoon futloos, geen zin meer. Terwijl het talent er volop was en het eerste elftal ook gewoon binnen handbereik lag. Alleen het was op, ik was moe en ik had er gewoon geen zin meer in. 2016 raakte ik eigenlijk met mezelf in de knel. En dat praat je eigenlijk dus over 20 jaar na, eigenlijk ruim 20 jaar na het voorval, zeg maar, met die elftal leider. Waarin ik wekenlang, zeg maar, tranen eigenlijk nader stonden dan het lachen. En ik eigenlijk niet heel erg goed kon verklaren, zeg maar, hoe dat nou kwam. Okay. Er ook wel een soort van frustratie kwam, zeg maar, van ja. Waarin je bijvoorbeeld naar voetbal keek van, en je ook oude bekenden zag, zeg maar. Waarin je dacht, verdomme, het is me eigenlijk gewoon afgenomen, zeg maar. Dus toen kwam eigenlijk een stukje frustratie naar boven. Een hele moeilijke emotionele tijd ook. En op een gegeven moment dan besloot ik ook maar gewoon om naar de huisarts te gaan. En ja, die heeft me vervolgens doorverwezen naar een psycholoog. En daar is PTSS eigenlijk uitgekomen. En dus eigenlijk is, zeg maar, de schade zoveel jaren later eigenlijk echt daadwerkelijk op gaan spelen. Ik denk dat topsporters zich het beste voelen wanneer ze zich als een vis in het water voelen, zeg maar. En ik vind ook dat je die omgeving voor een topsporter daarna moet maken. Nou, in die zin heb ik wel zo iemand als een vertrouwenspersoon, een buddy, hoe je dat ook wilt noemen, zeg maar, gemist, zeg maar. Bij wie je je hart kunt luchten zonder dat het directe consequenties heeft, zeg maar, voor jouw positie in het team. Of voor de topsporter, voor een selectieteam of wat dan ook. Het had mogelijk moeilijker gemaakt kunnen worden, zeg maar. Kijk, op het moment, kijk, ik weet niet of de club op de hoogte was dat er wel eens kinderen bij hem sliepen. Maar daarvoor hadden ze mogelijk een bepaald protocol voor op moeten zetten, zeg maar. Dus in die zin hadden ze mogelijk wel wat kunnen doen. Alleen in die tijd wisten ze gewoon niet beter, zeg maar. Ik denk dat mensen met die zulke bedoelingen hebben, voelsprieten hebben voor kwetsbare personen. En daarin ook gewoon lang genoeg voor observeren of te kijken, net zoals dat een kat zijn prooi, zeg maar, observeert, bekijkt en op een gegeven moment de aanval in gaat. Zo kijken zulke soort mensen ook van. Die zullen echt goed gaan kijken van wie zou wel kunnen en wie zou niet kunnen. En zij weten donders goed wie wel of wie niet zou kunnen. Kinderen zijn natuurlijk gewoon heel erg puur en eerlijk, zeg maar. En zo puur als kinderen zijn, zo zou het eigenlijk ook moeten zijn. Alleen, je moet ze er wel op wijzen, is dat er ook gewoon helaas mensen op de wereld zijn die andere bedoelingen hebben met kinderen
als wat zij denken, zeg maar. En dat is wat ik kinderen in ieder geval mee zou geven, zeg maar, is dat het natuurlijk geweldig is hoe spontaan en hoe eerlijk en puur dus kinderen zijn. Maar je moet ze toch ook gewoon door middel van gesprek die je hebt met je vader of met je moeder, moet je er wel echt op wijzen, is dat niet elke volwassene te vertrouwen is.